Hallo, wij zijn op Eiburg en wij gaan onderzoeken voor en tegenstanders van de windmolens. We gaan mensen vragen stellen of ze voor of tegen zijn. Hier zie je de poster van de voorstanders. En hier zie je de poster van de tegenstanders. De eerste vraag is eigenlijk van, bent u voor of tegen? Ik vind het heel belangrijk dat er gewoon meer windmolens komen. Alleen, ja... Hier komen ze gewoon veel te dichtbij onze woongemeenschap. Dus dat ze moeten komen, dat vind ik prima, maar ja, niet zo dichtbij. En weet u ook waar ze dan wel kunnen komen? Ze mogen best in mijn zicht, want dat vind ik niet zo erg. Maar gewoon ietsje verder weg. Ik ben in principe voor windmolens, mits ze volgens de regels zijn geplaatst. Mits iedereen inspraak heeft gehad. En dat we er met z'n allen, dat het op een eerlijke manier is besloten waar ze terecht komen. Dat er aan de regels wordt voldaan, want die regels zijn niet voor niks. En dan hebben we gewoon meer elektriciteit en gaan we uiteindelijk naar een schoner milieu. Ja, we hadden ook nog een vraag over die poster die daar hangt. Wat vindt u daarvan? Ja goed, er is mij ook gevraagd of ik een poster op mijn deur wil hangen. En ik heb geen poster op mijn deur gehangen. Waar dat andere mensen dat wel willen doen, dat vind ik prima. Maar u weet niet wie die poster heeft opgehangen? Nee. Wat natuurlijk wel is, dat mensen wel moeten beseffen, dat is dat... Stel je voor dat er straks windmolens zijn. En als het waait, dan hoor je dat geluid misschien. Maar we horen ook het geluid van de auto's. Stel je voor dat er straks over 10, 15 jaar zoveel elektrische auto's zijn dat je de auto's niet meer hoort, omdat ze alleen maar elektrisch zijn. Dat zou ook wel een mooie gedachte zijn, hè? Ja. Dus wat vindt u nou eigenlijk van de opwarming van de aarde? Nou, als we met z'n allen naar meer elektrische wagens gaan, dan wordt het op straat hier ook opeens heel erg stil. En dan dat er op een windige dag... windmolens dan een beetje geluid maken en op een stille dag is het dan opeens heel erg stil, omdat dan de windmolens ook niet draaien. Wat vindt u van de windmolens die worden gebouwd aan de kade misschien? Weet u het wel? Ja, ik vind het best wel lastig. Op zich vind ik het wel belangrijk dat we daar aan meedoen aan zo'n project. Schone energie is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ik vind het wel zorgbarend dat die windmolens misschien heel dichtbij komen. Ja. En vindt u dan het gewoon het erg dat het gewoon het uitzicht bederft of vindt u ook iets anders? Het uitzicht is natuurlijk één ding. Maar ik heb ook wel foto's en filmpjes gezien van mensen die dan bijvoorbeeld laten zien hoe in hun huis... zo'n schaduw is van zo'n windmolen en dat ze er helemaal gek van worden dat er steeds zo'n, weet je, die schaduw helemaal in hun huis loopt. Dus dat lijkt me wel vervelend. Zelf zal ik er geen last van hebben, want ik woon niet aan het water, maar ik kan me voorstellen dat dat vervelend is. En heeft u ook gehoord van die posters die daar hangen? Ja, die heb ik gezien. Ik heb ook een keer hier op de markt iemand gesproken daarover. Die heeft volgens mij, of is bezig met die actie. Ja. Maar kent u ook dan ook degene die poster heeft opgehangen? Nee. Nee, ik heb wel iemand gesproken die actie voert. En die had ook van die posters bij zich. Maar ik weet niet of hij de oprichter is van die actie. Bent u tegen of bent u voor of een beetje het kan wel? Ik ben niet tegen de windmolens. Maar ik vind dat ze veel verder gewoon van de huizen kunnen staan. Ik begrijp niet zozeer waarom ze niet gewoon in de zee kunnen staan, zoals er al andere windmolens staan daar. En als ze nou een kilometer of een half kilometer verder zouden staan, zou dat dan wel prima zijn? Of? Ja, weet je, soms is het ook een beetje moeilijk om je dat voor te stellen. Ik zou dat dan misschien wel gewoon eens willen zien op een foto. Hoe ziet dat eruit? En ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik vind dat ook moeilijk om in te schatten. Ja, maar verder weg lijkt me wel verstandiger. En dan heb ik nog één vraag over die poster. Want met die meneer of mevrouw waar die mee sprak, weet u wie dat is? Of had u toen daar gewoon een gesprek mee? Toevallig weet ik wie dat is. Omdat het ook een kennis is van mijn ouders die hier ook wonen. Maar ik wist niet dat hij betrokken was bij die actie. Maar zouden wij dan mogen weten wie dat is? Want wij proberen erachter te komen.
Weet je, ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn achternaam niet eens weet. Ik heb zijn telefoonnummer ook niet. Ik kan het natuurlijk ook niet zomaar aan jullie geven. Maar misschien is hij wel op de markt. Want meestal is hij er wel in het weekend en is hij daar actie aan het voeren. Dus ik zou jullie aanraden om daar even heen te lopen. Kijken of hij er is. Oké. Okay. Ja? Ja. Heel erg bedankt. Ja hoor, graag gedaan. Wij willen graag weten of je voor of tegen de windmolens bent. Ik ben tegen de windmolens op Eiburg. Of bij Eiburg. En mogen we dan ook uw reden weten? Ik vind het heel goed dat er windenergie wordt opgewekt. Alleen ik vind niet dat dit zo dicht bij Eiburg moet gebeuren. Want onderzoek heeft aangetoond dat windmolens op minder dan 1,5 kilometer afstand van woningen heel veel geluidsoverlast kunnen veroorzaken. En ook slagschaduw, dus dat je elke keer zo dat ding voorbij ziet komen. Die windmolens die ze hier willen plaatsen zijn heel hoog. En op tussen 300 en 600 meter van woningen. Om energie met windmolens op te wekken is deze locatie eigenlijk niet nodig. Maar het veroorzaakt wel heel veel geluidsoverlast en overlast van slagschaduw. Slecht voor de dieren die in dat gebied leven. Dus ik ben van mening dat die windmolens beter buiten de grenzen van Amsterdam kunnen worden geplaatst. Zeker omdat de klimaatdoelstellingen voor Noord-Holland en Amsterdam ook al gehaald zijn. Dus ja, ik begrijp dat het goed is om die windmolens neer te zetten. Maar ik denk dat dat beter bijvoorbeeld in de Noordzee kan of in het Markermeer. Oké, en als ze nou 1,5 kilometer wel van het vasteland, zullen we zeggen, staan, kan het dan wel? Zou je dan wel voor zijn? Of? Er moet natuurlijk onderzoek gedaan worden van wat is de impact op de woningen die daar in de buurt liggen. En ik denk dat, ten eerste is de geluidsoverlast dan een stuk minder. Dus ja, ik zou dan in ieder geval willen zien van, wat heb je dan nog meer? Heb je dan bijvoorbeeld nog last van die slagschaduw? Maar in principe, als het meer dan 1,5 kilometer is, dan heb ik er niet zo'n probleem mee. En heeft u ook die posters die daar hangen, heeft u die gezien? Waar? Die waar hangen? Bij de Diemer Parklaan. De poster die zeg maar waar dan staat, dat je er wel voor moet zijn. Ja, waarschijnlijk wel, maar ik kan me niet echt voor de geest halen. Nee, okay. Mijn eerste vraag is, bent u voor of tegen de windmolens? Tegen. En uw mening? Wat zou de reden daar kunnen zijn? Ik vind het wel jammer dat als ik daar woon en ik kijk zo op het water straks, dan zie ik die propellers zie ik daar draaien en ik hoor ze ook vooral. Dus ik hoor meerdere mensen die datzelfde zeggen. Maar dat kan per persoon verschillend zijn. En als de windmolens verder weg zouden gaan staan, zou je dan wel ermee akkoord gaan? Of zou je het dan ook niet fijn vinden? Ja, weet je, ik denk dat het nog een tijd gaat duren voor we met z'n allen kunnen bepalen wat we gaan doen en wat dat kost. Dus ik vind het nog te moeilijk om daar echt iets van te zeggen. Wat ik net zei, dat ze wat te dichtbij staan. Maar dat is mijn mening en bij alle anderen kan dat een hele andere mening zijn. En heeft u die posters die daar hangen, heeft u die gezien? Ja, dat vind ik echt, er staat iets in die poster, hè? Een kruis. Ja, dat vind ik heel goed dat ze dat erin hebben. Er zijn er heel veel. Er staat ook een poster waar je zeg maar voor moet zijn. Ja, de ene is geen en de andere is een kruis. Ja, dat is hetzelfde als wat we net besproken hebben. Dat gaat natuurlijk niet alleen om die windmolens. Dus ja, en ik weet dat niet. Weet u ook wie die heeft opgehangen, die posters? Of in ieder geval ik denk dat er wel mensen zijn die daar tegenaan zijn gelopen. En die hebben gezegd, kunnen wij dat op het raam doen? Want ik weet niet of dat wel mag, ja of nee. Daar twijfel ik aan. En u weet dus niet wie het heeft opgehangen? Nee, of zo, nee. Dan zijn we ook een beetje achteraan eigenlijk aan het gaan wie dit heeft opgehangen. Ja, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik woon daar al heel dichtbij, dus En nu hoe lang woont er hier al? Hoe lang ik daar woon? 12 jaar. Ja, en ik hoorde ook dat die draaimolen, dat je hem daar echt gaat horen. Hè? Zowel 's avonds als 's nachts. En dat wil niemand volgens mij. Nee. Je moet die hand een beetje daar houden. Ja, dat is mijn vrouw. Okay. Onze eerste vraag is eigenlijk, bent u voor of tegen de windmolens? Ja, ik vind dat een complexe vraag, want ik ben natuurlijk voor schone energie. Ik denk dat we er allemaal voor zijn, maar ik
heb ook het idee dat windmolens helemaal onder de streep ook niet echt heel schoon zijn. Dat is eigenlijk een beetje mijn vermoeden. Want ze zijn duur in onderhoud, ze gaan niet zo heel lang mee en ze leveren eigenlijk niet zo heel veel op. Dus het motief is heel goed, maar het effect is toch teleurstellend, ben ik bang. Dus bent u eigenlijk tegen dat ze er komen of tegen de windmolen zelf? Ik ben er eigenlijk op tegen. Omdat als je echt kritisch kijkt naar de windmolen, het fenomeen zelf, dan is het gewoon niet effectief genoeg, denk ik. En we hebben ook een probleem met de levensduur van windmolens. Dus ze zijn duur in onderhoud, wat ik al zei. En ook het spul zelf, om het weer te hergebruiken, die materialen, daar is ook een probleempje mee, geloof ik. Ik ben geen deskundige, maar dat heb ik wel begrepen. En heeft u die poster die daar hing gezien? Welke poster? Nou, er hangt daar een poster, waar twee posters. Een poster van iemand die ervoor was en een poster van iemand die er tegen was. En wat vindt u daar dan van? Ik heb die poster niet gezien. Oké. Okay. Want wat is de strekking van de poster? De ene poster zegt een beetje van, windmolens zijn belangrijk voor het milieu. En ja, sommige mensen zijn er tegen, maar het is wel echt nodig. En de andere poster zegt van, geen windmolens, dat willen we niet, niet zo dichtbij en zo. Ja, dat is natuurlijk ook nog een ding, want mensen kunnen ook overlast ervaren van windmolens. En ik denk echt wel, als mensen er dichtbij wonen en je hebt bijvoorbeeld die slagschaduw in je huis of je hoort dat geluid voortdurend, dat mensen daar echt wel last van kunnen hebben. Dat is zwaar, hè? Microfoon. Lukt het? Ja, ja. En woont u er ook op de kade of woont u wat verder weg? Ik woon een paar rijtjes erachter, dus ik zal er vanuit mijn woning geen last van hebben, want ik kijk ook de andere kant op. Want de grootste reden waarom mensen geen windmolens hier hebben, is toch wel om de overlast. Ik snap dat wel. Ja, het is natuurlijk niet echt lekker om naar te kijken. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk om. Kijk, stel het zou echt super effectief zijn, dan denk ik dat het draagvlak misschien nog wel wat groter zou zijn. Maar ik denk dat veel mensen ook wel doorhebben dat het niet echt een hele goede energiebron is. En wat denkt u dan dat het beste is dat het milieu gewoon schoon wordt, soort van? Wat zou het beste, windmolens of zonnepanelen, ik zeg maar wat? Ja, goede vraag. Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Maar ik heb het idee dat zon en windenergie, dat we het daar niet meer redden. Dus dan kom je misschien toch uit bij kernenergie. Maar ja, ik heb daar niet voor gestudeerd, moet ik zeggen. Dus eigenlijk uiteindelijk een conclusie is toch wel dat u tegen bent. Ik ben ook heel erg tegen biomassa. Dat is ook zo'n energiebron die dan wordt verkocht als zijnde duurzaam. Maar stiekem is het echt niet duurzaam. Dus ja, er is veel, hoe moet je dat zeggen, nepnieuws ook in omloop over duurzame energiebronnen. Dus ja, moeten we doorheen zien te prikken. Ja. Nou, dat is denk ik wel. Ja? Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan, jongens. Ja. Onze eerste vraag is eigenlijk, bent u voor of tegen de windmolens? Ik denk tegen. En uw mening? Het is heel goed dat er windmolens komen. Maar ik had begrepen van de gemeente Amsterdam dat ze deze willen plaatsen hier vrij dichtbij. En dat zou heel erg zonde zijn voor het uitzicht. En daarnaast is het ook zo dat volgens mij de gemeente Amsterdam ook een tweede Eiburg wil bouwen. Waar drie eilanden nog komen. En het zou heel zonde zijn als je daar een hele grote windmolen neer gaat zetten. Dus het zou in principe wel kunnen, maar dan verderop. Ik zie er daar eentje staan, helemaal in de verte. Daar zou er wel eentje kunnen staan. Daar zou niemand er last van hebben. En volgens mij kan dat prima. Maar niet zo dichtbij. Dat zou heel zonde zijn. Er hangt daar ook een poster, twee posters. Heeft u die al gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. En ja. Weet u ook wie ze heeft opgehangen? Nee, dat weet ik niet. We zijn hier ook pas komen wonen. Sinds een paar weken. En wat vindt u van die posters dat die daar hangen? Ik heb er niet echt een mening over. Maar het is wel goed dat er actie wordt gevoerd, denk ik, tegen windmolens. Ik heb hier ook, toen ik hier net woonde, zag ik hier de hele kade vol staan. Met allemaal actievoerders tegen windmolens. En ik wist even niet zo goed in eerste instantie waarvoor dat was. Maar later begreep ik dat dus de gemeente Amsterdam hier heel veel windmolens wil gaan plaatsen. Wat nog niet zeker is, maar ja. Dat zou wel heel zonde zijn, ja. En als ze zo dichtbij, wat zou dan de ergste eraan zijn?
Nou, ik denk met name het geluid, dat je dat heel erg gaat horen. En ik vrees voor de mensen die aan deze kade wonen, dat het ook de schaduw zal zijn van de zon. Die continu door je woning komt. En volgens mij ga je daar helemaal gek van worden. De slagschaduw, volgens mij heet dat. En dat is denk ik het ergste waarom ze er ook niet moeten komen zo dicht bij de woningen. Dus uw conclusie is wel dat ze tegen de windmolens zijn? Ja, als ze hier zo dichtbij komen wel. Ja, het zou een goed idee zijn om ze daar verderop te plaatsen. Ja. Dat niemand er last van heeft, maar zo dichtbij, dat is echt geen goed idee. Nee, oké. Dit was het denk ik wel. Ja? Onze eerste vraag is, bent u voor of tegen de windmolens? Kijk, in principe is het niet verkeerd om aan de energietransitie te doen. Maar als je een windmolen krijgt op 400 meter afstand van je huis, dan is dat niet verstandig. En als het dan verder zou zijn dan een kilometer of zo, zou dat dan wel goed zijn? Of? Bijna overal houden ze aan dat je op land een afstand van 1,5 kilometer moet hebben. Of meer. 1,5 kilometer is al aan de lage kant. In andere landen zelfs 2 kilometer, sommige landen zelfs 5 kilometer. Op water draagt het geluid nog veel verder. Daar heb je geen demping, dat soort dingen. Dus eigenlijk zou je op het water dan, stel dat je die 1,5 kilometer aanhoudt, zou je toch zeker 2,5 kilometer moeten aanhouden. En wat zou het dan het ergste zijn van de windmolens? Nou, het meest verontrustende is eigenlijk het lage frequentiegeluid wat windmolens geven. Dat is ook geluid wat je nauwelijks kan horen, maar wat wel enorme resonantie geeft. En ja, het effect daarvan is dat je min of meer, je kan niet meer slapen, je raakt helemaal ontregeld en je kan eigenlijk ook niet meer functioneren. Het kan zelfs bij mensen gevoelens van zeeziekte opwekken. Oké, en weet u ook wie die posters heeft opgehangen? Dat is gedaan door de mensen van de Windalarm, zeg maar. Dat is een website. En daar zit een soort kernteam in en die hebben die posters laten maken en die hebben ze ook opgehangen. En die andere poster die er aan de andere kant hangt? Ja, die had ik nog niet bekeken, maar... Want die is voor de windmolens. Die zegt dat ze er wel moeten komen. Oh, die zegt dat ze wel moeten komen. Nou, die is zeker niet van de windalarmgroep. Nee. Nee, ik vind het plan om windmolens neer te zetten in een zo dichtbevolkt gebied, op zo'n korte afstand, is echt heel onverstandig. Het maakt mensen ziek, mensen worden er gek van. Is ook nergens gebeurd dat in de wereld. De Amsterdam is wat dat betreft een soort van, ja, die willen een soort, in feite zijn ze aan het experimenteren hier met de bewoners. En als die dingen er eenmaal komen, gaan ze niet meer weg. In andere gebieden is het zo dat die windmolens, waar ze geplaatst zijn op korte afstand van huizen, dat mensen zelfs zijn gaan verhuizen omdat ze er gewoon gek van werden. In Zuid-Holland heeft GroenLinks zelfs besloten om dat windmolens op korte afstand van huizen onverstandig is. En die willen nu een norm aanhouden van 2 kilometer vanaf bebouwing. En dat zijn de GroenLinks-partijen. Nou, GroenLinks hier in Amsterdam, die is een beetje het padje kwijt. Want die zeggen van ja, nee, het is prima als ze op 400 meter afstand van huizen komen. Nou ja, dat is toch totaal insane. Ja, prima. Ja. Dank u wel. Dat was het eigenlijk. Ja.